smoothie van papaya, appel en haver voor je spijsvertering. Mensen die last hebben van spijsverteringproblemen zouden beslist eens deze heerlijke smoothie van papaya, appel en haver moeten proberen. Het beste aan deze smoothie is dat hij geweldig is om je spijsverteringssysteem in balans te brengen. In dit artikel zullen we je iets meer vertellen over de verrassende eigenschappen van deze verfrissende smoothie met papaya, haver en appel, die je lichaam voorziet van enorm veel voedingsstoffen en je spijsvertering bevordert. Verbeter je spijsvertering met je dieet. Spijsverteringproblemen zijn meestal het gevolg van een onevenwichtig dieet. Het kan echter ook zijn dat bepaalde lichamelijke en emotionele factoren een negatief effect hebben op de spijsvertering, als ook je maag, lever en darmen. Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat simpelweg niet al het voedsel een positief effect op je lichaam zal hebben als je last hebt van een spijsverteringprobleem, hoe gezond het ook is. Toch is het altijd belangrijk om een uitgebalanceerd en gevarieerd dieet aan te houden. Kies voor producten waardoor je je beter voelt. Zodoende kun je je eigen dieet in elkaar zetten. Sommige voedingsmiddelen zijn over het algemeen goed voor vrijwel iedereen die last heeft van een soort spijsverteringprobleem. Hieronder delen we 3 van deze voedingsmiddelen. Je kunt ze samen drinken in de vorm van een smoothie. Papaya. Papaya is een tropische vrucht die rijk is aan suiker en vezels, maar de vrucht staat vooral bekend om haar hoge beta-carotene-gehalte. Hier heeft de papaya ook haar kenmerkende oranje kleur aan te danken. Daarnaast is papaya echter ook een bron van vitamine A, B en C. En dankzij het enzym papaïne dat papaya bevat, is deze vrucht ook geweldig voor de spijsvertering. Want papaya heeft ontstekingsremmende eigenschappen, het verzacht pijn en ontstekingen in je hele spijsverteringkanaal. Het bevordert de spijsvertering. Dit geldt vooral voor de vertering van voedingsmiddelen die rijk zijn aan proteïne, zoals vlees en vis. Het bevordert de stoelgang zonder de darmen te irriteren. Gemalen papayazaden helpen om darmparasieten tegen te gaan. Appels. De appel is een van de bekendste en meest gegeten vruchten. Soms nemen we deze vrucht echter voor lief, omdat appels altijd verkrijgbaar zijn. Een appel per dag houdt echter de dokter weg. Appels stimuleren maagsappen. Dit is te danken aan een bestanddeel dat ook wel histidine genoemd wordt. Histidine is zeer gunstig bij maagzweren en gastritis. De pectine die appels bevatten, is goed voor de stoelgang. Dit geldt zowel wanneer je regelmatig last hebt van constipatie als wanneer je juist regelmatig last hebt van diarree. Daarom is de appel ook zo geweldig om aandoeningen als prikkelbare darmsyndroom onder controle te houden. Het appelzuur in appels is goed voor de lever en de galblaas. Het resultaat hiervan is dat het helpt om vetten te verteren. De oplosbare vezels die appels bevatten vertragen de absorptie van glucose tijdens het spijsverteringsproces. Ze bestrijden een slechte adem. Wij raden aan om altijd biologische appels te eten. Dit komt doordat de appel een vrucht is waar doorgaans heel veel pesticiden voor worden gebruikt. Haver.
Haver is een van de beste granen die je maar kunt eten. Dit komt doordat de voedingswaarde vrijwel volledig is. Zo is haver rijk aan vitamines, mineralen, vezels en plantenlijm. Haver biedt onder andere de volgende gezondheidsvoordelen. Haver bevat plantenlijm, dat tevoorschijn komt wanneer je het laat weken. Plantenlijm is een soort oplosbare vezel die de binnenkant van het spijsverteringskanaal vochtig houdt en beschermt. Deze eigenschap is vooral erg gunstig als je last hebt van gastritis en colitis. Het bevordert de leverfunctie en zorgt ervoor dat het lichaam meer lecitine aanmaakt. Daarnaast kan haver ook helpen om het zenuwstelsel te reguleren. Dit kan vooral gunstig zijn voor mensen die vaak vlinders in hun buik krijgen wanneer ze zenuwachtig zijn. Smoothie van papaya, appel en haver. Hieronder vertellen we je hoe je deze heerlijke smoothie van papaya, appel en haver zelf kunt maken. Het is hartstikke simpel. Ingrediënten: 1 schijfje papaya, 1 appel, 2 eetlepels haver, 1 kop water stevia om het zoet te maken, optioneel, naar smaak. Wat moet je doen? Laat allereerst de haver een nacht weken in een kopje water. Doe de geweekte haver de volgende ochtend samen met de appel, met schil als deze biologisch is, en de papaya in de blender. Je kunt ook een paar papayazaden toevoegen als je wilt. Voeg echter niet meer toe dan 10. Als je liever van een niet meer vloeibare smoothie houdt, dan kun je natuurlijk nog wat water toevoegen. Voeg tot slot een beetje stevia toe om de smoothie met papaya, appel en haver zoeter te maken.